No skeletons in my closet quite yet. So in the first part of the talk, we talked. I wanted to give you the idea about how quickly technology was moving, often exponentially and doubling. And I made the point that many technologies are moving very quickly and converging and coming together in unique and very creative ways to apply to a whole realm of medical problems, and including disability. One disability that many have is that of vision and the blind. And one example of bringing technologies together I want to share is this thing called the iRing, which is a small, now very inexpensive camera on a finger that can talk to the smartphone via Bluetooth. And you'll see here in this example, can enable an individual with vision problems to see. Let's make sure we have the sound on as well. It's able to measure distance. You can turn the sound on. So this is someone with vision problems able to shop, determine how far they are away from it, from something. We'll need the sound for the rest of this. It can pick up the color. Green. It can read the tags. Tag mode selected. Currency. Currency mode selected. $27. Can help someone with vision problems determine what currency they have in their wallet. $20. So that's just one example of things coming together for vision. But ultimately, we want to help people see better and enhance their senses in some settings. One area that I wanted to let you know about is the world of brain-computer interface, often called BCI, brain-computer interface. And we've actually had forms of brain-computer interface for over 20 years. I'm sure many of you have seen folks with hearing disabilities, with deafness, who have cochlear implants, implanted literally electronics that connect to their brain to enable the deaf now to hear. And over the decades, more and more individuals with hearing problems have had cochlear implants. You might remember the $6 million man who had maybe the first. There are now examples of brain-computer interface to actually enable the blind to literally see. It's still in the early stages, but by putting a small chip, an interface, on the back of the retina, it's enabling those with vision problems to actually see. It's, again, still at the very early stages and in clinical trials, but as an example, just like the hearing BCI, one that's evolving for sight. And the chips and the resolution and the ability to have and see more and more is increasing each year. And I think in the next decade, we'll see real solutions for those with blindness. Now, one of the major disabilities that often is helped with individuals staying here at DORP is those with mobility issues. And those who have the most severe disabilities with challenges with disability are often those with quadriplegia, often those from genetic muscle disorders or those who've had spinal cord injury. And now several academic groups led by my colleagues at Brown University have developed the field of brain-computer interface to the point where they can put a postage-sized stamp on the motor cortex of the brain. It's a small surgery, and it enables someone who cannot move at all, again, a quadriplegic patient, to control the environment. This is where the technology was about 3 years ago, where an individual, again, quadriplegic with a small chip on the brain, can control, in this case, a cursor. Going to open the first stamp. He's just doing this by thinking. That's the best circle I can do. Now I'm going to act on my television. I'm going to hit the power button to turn the television on. The television is on. I'm going to channel down. I'm going to exit. Now I'm going to close the hand. So that's where the technology was about 4 years ago. And since then, the group at Brown University has developed this technology further to interact it with more interactive robotics, such as you just saw. And this was published in May. We have now a woman who's not moved in 16 years. She has locked-in syndrome, now controlling an advanced robotic limb, similar to the ones you've seen on the wheelchairs here. And now just by thinking, she could control a three-dimensional robotic limb. She's not moving her hands. It's all by her brain, just by the same as thinking as moving my arm. So this is the first time
she's been able to give herself a drink of coffee in 16 years. And this is the cutting edge of brain-computer interface today. So this made a lot of news. It was published in May. It was in Nature, the famous journal. And this technology is moving, I think, and will really help many of those with disabilities. My old college friend and roommate is the leader of this. He's an MD-PhD neurologist named Lee Hochberg, and he sent a little message to tell you where he sees this technology going. Again, he's the principal investigator working with his patients on brain-computer interface. Dr. Hochberg. Thanks, Daniel. And hello to everyone at CESA and at Het Dorp from my colleagues at Brown University, the Providence VA Medical Center, Massachusetts General Hospital, and Harvard Medical School. When I think about the future of brain-computer interfaces and of our own BrainGate team's research, I think about four major goals. The first, for people who are unable to move and unable to speak, that is, for people with locked-in syndrome, I hope that we can restore 24-hour a day, 7-day a week communication. That is, by restoring the point-and-click control over a computer cursor, one would be able to use a text-to-speech application to surf the web for entertainment or education, or to control nearly any environmental control device that one could direct by using a cursor on a computer screen. The second and third goals are closely related. One is the development of robotic assistive devices that could be controlled just by imagining the movement of one's own arm or hand, for example, to reach out and pick up a cup of coffee. The related goal is there have been some wonderful prosthetic limbs that have been developed over the past 5 or 10 years for people who have lost a limb due to trauma or vascular disease. What we'd like to provide is intuitive and dexterous control over these now advanced prosthetic limbs. The fourth goal is the real dream for the research, which is to one day reconnect brain to limb and to allow somebody with cervical spinal cord injury or people with locked-in syndrome to just think about the movement of their own hand and to have their own hand reach out and pick up that cup of coffee again. In order to get to those goals, there are at least three areas that we need to continue to focus on. One is the neuroengineering, better recording devices, better ways for transmitting this powerful information from the brain to the devices that are creating the movement, whether they be stimulating electrodes in the arm or hand or robotic assistive devices. The second is the neuroscience, to understand more about normal brain function, to understand how to understand the code that these cells and these ensembles of neurons are using as they transmit intended movement, and to develop the computational neuroscience that decodes that neural activity into the control of an external device. And we also need to continue the neurology, to continue the clinical research, to understand the diseases and injuries of the nervous system so that we can not only better restore function, but we can better plan for the changes that may occur over time so that we can provide the users of brain-computer interfaces with constant 24-hour day, 7-day a week restoration of the function that was lost the result of disease or injury. That's what I hope for the field of brain-computer interfaces and for our own research. And I'd just like to congratulate all of you on the 50th anniversary. Great. So that's a taste of where that can really go in the next few years. Though we often don't want to have a surgery on our brain for brain-computer interface. So today, you can actually buy for less than 80 euros brain-computer interface headsets. There's some and being demonstrated here that can enable you to watch your own brain. That could be used for elements like meditation and improving focus, where it can track your brain activity. It can be used to help groups interact, to improve attention. So there's many applications of BCI, including, as you can see here in the demonstration in the hall, for use of controlling devices. It takes a little more thought than just moving your hand with it implanted on the brain, but there's lots of potential there. It also can be connected to the next generation robotic limbs. Dean Kamen, who developed the Segway, his group has also developed the next generation prosthetic limbs with 17 different degrees of freedom. They only weigh 7 pounds. They can pick up a grape and allow those who've lost their limbs to have incredible degrees of dexterity. So that's the next generation of prosthetics. I think there's an interesting, and these are merging in many different ways. Again, prosthetics that can interact and determine how someone is walking up or down stairs and adjust as they move.
So we'll see a new generation of integrated prosthetic devices. In some cases, these will make the disabled super enabled, and some may even, as you saw this summer, compete in the Olympics. That's the Blade Runner. Now, another area that's merging is robotics and artificial intelligence. There's robotics that have been applied in surgery today. We're starting to see robotics in many different realms. These are new devices that can chase you. There's now robotics that can recognize your face and have interaction, which can be helpful for those who don't have companionship and can help with psychological arenas and interact and determine emotion. There are now robotics entering the world, as we talked about, artificial intelligence to help in the world of medical decision. But where these get really interesting and can enable all of us is the integration now with driving. It was only about 6 years ago that DARPA, the US military, developed a competition to help cars drive themselves, robotically driven cars with artificial intelligence. The first year, almost everybody crashed and fell off the race track. But today, Google has taken this technology, and now there are self-driving cars, robotic self-driving cars that have driven over 400,000 miles, much safer than our own drivers, especially when we have our technology and we're texting, which often leads to many accidents and disability. And so they have built-in radar, artificial intelligence. Turn the volume down. This is a ride I had in this a year or so ago, and it's pretty incredible to ride in this car. It's driving itself. You can see no one's holding the steering wheel. And again, I think this will enable the disabled and those of us who don't want to drive around while we're giving text messages as well. So that's a taste of where all this can go. And what's already here today, and just like other technologies, will get cheaper and more powerful across the spectrum. So no hands on the wheel. That gives you a taste. Okay. In the last section here, I want to emphasize that robotics is now being applied to mobility. Not just, because many people have not lost a limb and don't need a prosthetic, but they have existing limbs that are no longer functioning because of paralysis or stroke or other elements. And we're very lucky to have representatives here from Exobionics and a message from their CEO, which will introduce the next section. Oops. Thank you, Daniel. I'm Eitho Benter. I'm the CEO of Exobionics. At Exo, we are creating exoskeletons that will help paralyzed individuals to stand up and walk again. Here we are talking about people with spinal cord injuries, stroke, that oftentimes as a result of that, the only mobility tool they have is the wheelchair. So we started on this project working with the military, helping soldiers to carry more weight. And now we have been introducing a brand new exoskeleton for the last 8-9 months into hospitals around the world that are helping people after spinal cord injuries to stand up and walk. Our goal is next year to introduce something like this for stroke. Currently we only have spinal cord injuries. And then in 2 years from now, we are going to have a device that will help people to walk out of rehab and use in their own home setting. Our vision at Exobionics is bionics for everyone. It's not only the soldier or the people who are handicapped, but it's the industrial worker that wants to carry heavy tools, work over hours potentially in mining or in construction industry. And in addition to that, it's just me and you who want to put on a brace to wear as we walk up Kilimanjaro. What you are seeing here is literally the genes of the future. I'm proud to say and very excited that today at Headdrop, we are going to be giving a live demonstration of EXO with the help of my friend Daniel Kraft and Ilona Larman that works for Exobionics in Europe. I hope you enjoy the show. Thank you very much. Ilona. Thank you, David. Thank you, organization, to give this possibility for me to tell you something more about our exosuit. Ik ga gewoon lekker in het Nederlands praten. Ik kom ook gewoon uit Holland. Mijn slides zijn wel in het Engels, maar mijn moedertaal is natuurlijk ook Nederlands. Dus laten we van start gaan.
Ik zou in eerste instantie willen beginnen met het voorstellen van een aantal mensen die je net ook op de video zag van onze CEO. Dit is Amar. Amar is 78 jaar. Hij woont op Hawaii en houdt heel erg van golf. Dit is Tamara, 25 jaar, woont in Californië en werkt als een model. Dit is Amanda. Amanda is 44 jaar, houdt van skiën en van fietsen en woont in Aspen, Colorado. En last but not least, dit is Jason. Jason is 31 jaar, houdt zich van om zichzelf even goed uit te dagen door middel van waterskiën of rafting. De vraag is eigenlijk, na het introduceren van deze mensen, wat hebben al deze mensen gemeen met elkaar? Wat je niet uit mijn verhaal kan halen, maar wat je ook niet op deze foto kan zien. Nou, al deze mensen samen hebben een dwarslezing. Dat hebben ze allemaal gemeen. Laten we eens wat verder gaan kijken over dwarslezingspatiënten. Er zijn over heel de wereld 70 miljoen mensen met een dwarslezing. Als we gaan kijken naar de populatie ervan, is meer dan de helft onder de 30 jaar. Als we kijken naar een typische dwarslezingspatiënt, is het een man tussen de 25 en 30 jaar. Daarnaast zijn er twee keer zoveel mannen met een dwarslezing dan een vrouw. Als we kijken naar de oorzaak waarom mensen naar een dwarslezing kijken, is 40% is vanwege een motorongeluk of vanwege een auto, 30% is werkgerelateerd en 15% is sportgerelateerd. Naast dat deze mensen niet alleen ook niet meer kunnen lopen, hebben deze mensen ook last van secundaire gezondheidsproblemen. Denk erbij aan dat 60% last heeft van spasticiteit, 62% last heeft van dagelijkse pijn, 27% last heeft van blaasontsteking en 14% last heeft van decubitus, ofwel doorlichtplekken. Dat is heel wat, naast dat deze mensen inderdaad ook niet meer kunnen stappen. Er komt op een gegeven moment een moment dat deze mensen aan een revalidatiearts vragen van: dokter, zou ik ooit nog kunnen lopen? Een hele simpele, korte, krachtige antwoord zou de dokter moeten geven. En dat is nee. Wij van ExoBionics waren vastbesloten om deze nee in een ja om te draaien. Om straks wat meer te vertellen over onze exosuit, wil ik een klein stukje om de geschiedenis ingaan van ExoBionics. Oké. In 2005 is ExoBionics opgericht. Zij ontwierp in eerste instantie de ExoClimber. De ExoClimber was bedoeld om mensen te helpen om door middel van bergen te beklimmen. In 2009 ontwierp men de Hulk. De Hulk is inderdaad, zoals mijn CEO ook al zei op het filmpje, is een applicatie die voor soldaten is, zodat zij meer gewicht kunnen dragen over een langere periode. Hier praat ik ongeveer over 100 kilo. In 2010 gaf ExoBionics de ExoSuit een naam en werd het op de markt gebracht. Zoals je dat hier kon zien en zoals je dat net ook kan zien. Dagelijks werken er meer dan 40 ingenieurs eraan om dit door middel van de meeste innovatieve technologie in de ExoSuit te brengen om de laatste snufjes naar voren te halen, zodat deze mensen weer kunnen gaan lopen. Deze ingenieurs hebben niet alleen maar de mogelijkheid en het brainpower over robots, maar daarnaast hebben ze ook de expertise over hoe het menselijke lichaam werkt. Want mensen, wij weten allemaal, een robot maken aan zich is al moeilijk. Maar om dat ook nog aan te doen als een soort pak, waarbij heel makkelijk gaat, dat is een heel ander niveau. Wij nemen allemaal lopen voor lief. Voor ons is het heel erg normaal om de ene stap naar de andere stap te zetten. Maar voor sommige mensen is deze optie niet meer. Deze mensen zijn moeten door hun leven met een rolstoel. Zoals we allemaal weten, lopen is niet alleen een makkelijke manier om van A naar B te komen, maar daarnaast brengt het ook heel veel gezondheidsproblemen of gezondheidsvoordelen met zich mee. Denk erbij aan hartpompstimulatie, denk erbij aan opname van zuurstof, denk erbij aan stofwisseling. Denk erbij aan dat vermindering van op trombose, omdat je de bloeding weer aanzet. Denk erbij aan de stimulatie van de blaas en van de darmen. Hele belangrijke dingen voor mensen die dagelijks alleen maar zitten. Wat zijn de mogelijkheden inderdaad om met een exosuit te lopen? Een korte introductie van: deze exosuit is in eerste instantie alleen bedoeld voor revalidatiecentra.
Dus mensen die een dwarslesie hebben en dus niet meer kunnen lopen, kunnen door middel van in een revalidatiecentrum, in een onveilige en een gecontroleerde omgeving, om het zo maar te zeggen, door onder supervisie van een fysiotherapeut of van een arts, kunnen ze weer gaan staan en gaan lopen. De ExoSuit heeft een batterij, twee batterijen. Het bestaat, je kan er ongeveer mee 4 tot 6 uur mee gaan lopen. In totaal is het 23 kilo. Als de persoon in de ExoSuit zit, ervaart hij totaal niet deze 23 kilo. Die wordt op een bepaalde manier getransporteerd naar de grond. Het is heel makkelijk om het aan te trekken. Binnen 5 minuten hebben wij de persoon in de exo. En het is bijna voor iedere dwarslesiepatiënt bruikbaar. Het voordeel van deze exo-suit is dat het een normale 4-punt-gait heeft, zoals het ook wel genoemd. Dus als je inderdaad het rechterbeen voorzet, zodat de linkerarm ook naar voren komt. En het wordt opgericht en je krijgt een strekking van je heupen. Er zijn wel een aantal voorwaarden waar een persoon aan zou moeten voldoen. Een persoon moet tussen de 1,50 en de 1,90 zijn. Mag niet zwaarder wegen als 100 kilo. Moet een maximale heup, of minimale heupbreedte hebben van 42 centimeter. En de levels die voor deze patiënten zijn, is tussen de T1, T2, compleet en C2, incompleet. Goed, we zijn dus aangekomen in een soort revolutie waar we het net meerdere keren ook al over hebben gehad, van exoskeletons. 20 jaar geleden was het voor ons ook niet normaal dat wij allemaal een mobiele telefoon hebben. Nou is het voor ons zo erg normaal en is het voor sommige mensen is het gewoon een deel van hun eigen lichaam geworden. En zo moet je het straks eigenlijk ook zien voor mensen die een exoskelet hebben en die niet meer de mogelijkheid hebben zonder deze exoskelet te kunnen lopen. Voor sommigen weten dit misschien nog wel. 21 juli 1969 zette Neil Armstrong zijn eerste stap op de maan. Zijn quote, one small step for man, one giant leap for mankind, is eigenlijk heel erg toepasbaar voor onze eigen exo-journey, zoals we dat noemen. De volgende stap, wat ik heb gelezen op het internet voor de maan, is dat wij in 2015 een wekelijkse vakantie naar de maan toe kunnen doen, maar dan moeten we wel even 22 miljoen euro voor neerleggen. Goed, alles wat onmogelijk lijkt, wordt toch weer mogelijk. Een stapje verder. Er zijn een aantal levels voor de exosuit, waarmee iemand, als iemand in de exosuit gaat. In eerste instantie zou iemand moeten beginnen met de first step. De first step, zoals je op dit plaatje kan zien, staat de fysiotherapeut staat erachter en initieert continu de volgende stap. De fysiotherapeut leert in eerste instantie de persoon weer het balanceren van links als naar rechts. Het is eigenlijk echt weer het opnieuw leren lopen. Gaat dit goed? Dan gaat de persoon over naar de active step. Bij de active step krijgt de persoon de controle in eigen handen, letterlijk en figuurlijk. Daar is dan geen fysiotherapeut meer nodig die achter op een knopje drukt, maar nu zitten de knopjes in de handvaten geïntegreerd. Dus nu kan de persoon zelf beslissen wanneer hij de volgende stap wil gaan zetten. Gaat dit ook goed? Dan gaan we over naar de pro-step. En bij de pro-step is de persoon geheel onafhankelijk. Dus er hoeft geen fysiotherapeut meer bij te zijn, alleen om te kijken of, natuurlijk, of het veilig is. Maar zodra de persoon een stap naar voren zet, wordt het gewicht inderdaad op de rechterbeen getransporteerd en weten de sensoren die onderaan de voetzool zit dat die de volgende stap moet worden gezet. Nou, zoals Daniel ook al zei, er zijn al heel wat revalidatiecentra in Amerika die er al gebruik van maken. En in Europa zijn we er nu ook heel erg druk mee bezig om dat inderdaad ook voor elkaar te krijgen. We zijn er net een aantal maanden mee bezig om dat te introduceren. En inmiddels heeft onder andere Italië de eerste een paar maanden geleden gekregen. Goed, mijn CEO zei het net ook al. De technologie zoals die op dit moment is, is al heel erg mooi. Zodat wij mensen die een dwarslesie hebben, weer kunnen laten lopen. Alleen de technologie is op dit moment nog niet zo ver dat wij nu kunnen zeggen, oké, hier heb je je exosuit, tot ziens en veel plezier thuis ermee. De mensen kunnen hier dus nog niet mee naar de bakken of eventjes naar de bank om even geld op te halen. Daar zijn we heel erg druk mee bezig, maar in 2014 verwachten wij onze eerste home device. Ik wil eigenlijk heel erg met trots wil ik graag verkondigen dat wij een maand geleden hebben wij de award gekregen van de beste technologie award over heel de wereld in de categorie van medicine and health.
En daar zijn we heel erg trots op. En dat doet ons weer beseffen dat wij mensenlevens daarin kunnen veranderen. Oh. Ik moet nog even terug. Zou dat filmpje gedraaid kunnen worden? I want you now to imagine a wearable robot that takes wheelchair users up, standing and walking again. Time magazine selects the 50 best inventions of the year. It is not science fiction anymore. Robotic legs hitting the retail market. That is a remarkable, remarkable invention, I think. It's an amazing step forward for anyone who's confined to a chair. Craig Hospital unveils a robot that will help paralyzed patients walk again. Wait until you see how this giant leap in technology helps people walk again. This is amazing. A device is giving people who are paralyzed a new hope. There is this new, crazy, amazing technology that is nothing short of miraculous. To him, it's nothing short of a miracle. Think about it. I'm paralyzed from the ribs down, and I just took, I don't know, 100 steps. The opportunity to be one of the charter members is really very important, especially for the field, to really move it forward. U.S. rehab facilities have purchased the exosuit. Thank you, Sue. L'esoscheletro della Exobionics. We have our own device. We are going to integrate it into our therapy program here to give them an opportunity for further mobility. It's just a great feeling. I mean, it's a feeling that it's almost hard to explain because, you know, you take the greatest feeling and multiply it by 20 million. That's what it's like. They're working with over 200... Nou, fantastisch, hè? Hoe is dat om in zo'n geraamte eigenlijk te staan? Goed, voelt goed. Is dat voor het eerst? Nee, ik heb er al een paar keer mee mogen lopen. Maar ik ben iedere keer heel blij als ik weer word uitgenodigd om te kunnen lopen. Want jij hebt een dwarslesie? Ja, T12. T12. En jij zit eigenlijk je hele leven in een rolstoel, of hoe moet ik me dat voorstellen? Ik heb 4 jaar geleden een auto-ongeluk gehad, waarbij ik dus een dwarslesie heb opgelopen. En ik zit nu sinds 4 jaar in een rolstoel en sinds 4 jaar kan ik ook weer staan. Jeetje, maar is dit een revolutie voor jou, zoiets als dit? Ik vind het een hele goede eerste stap en ik hoop, ik ben nog jong, dus ik zie het met heel veel hoop de toekomst tegemoet. Nou, heel goed. Geef er nog een groot applaus, dames en heren. Dankjewel, Lana. Thank you very much, Daniel, for your interesting story.